aangevallen door de politie, heeft hij eerst Rianne vermoord. Met een steen geslagen, geloof ik. En toen Samantha. En toen Anoukje. Voor dit gebeurde, kon ik zeggen, ik wist het niet. Maar nu is dat niet meer zo. Wij weten wel inmiddels dat hij wel eerder met de gedachte heeft gespeeld dat er wel eens iets verschrikkelijks zou kunnen gebeuren in Schalkwijk. Hoe kan het dat een gewoon leven eindigt in een verschrikkelijke ramp? In Tweedok de ontrafeling van een gezinsmoord in Voorbij het Paradijs.